Vandaag in de Freaking Nerds podcast gaat Dennis luxe dineren op extreme hoogte... ...praat opa Alrik over de ideale technologieoplossing voor jongeren... ...en vertel ik je alles over The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Vanuit de podcaststudio van Want a Warmer Thing, mijn naam is Mark Hofman... ...en welkom bij Freaking Nerds. Freaking Nerds. Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Freaking Nerds Podcast, de podcast over technologie, popcultuur en wetenschap. Mijn naam is Mark Hofman, hoofdredacteur van deze twee lekkere titeltjes. Tegenover mij, mijn grote vriend, compagnon, hij is er weer bij, Denois Mons. Hola. Hola, amigo. Hola. ¿Qué pasa? Ah, muy bien. Muy bien. Ja, we praten natuurlijk niet voor niks Spaans, Dennis. Ja, want, uh, want Jeroen, Jeroen is nog steeds ja. in, in Argentinië, waar ja. ze ook Spaans praten. Is voor de oplettende luisteraar. Ja. Dus uh, drie weken op rij hebben we een nieuwe gast nodig. We hadden Arie Komen, een hilarische man. Ja, hectisch uh, als een malle. Hectisch als een malle, maar erg goede aanwinst. We hadden uh, Koen Grutters, uh, wiens achternaam wij goed hebben leren uitspreken. Just, hij zelf ook. Ja en, uh, ja, en dan eindig je toch wel met de crème de la crème van de Nederlandse journalistiek, toch? Ja, dat ben ik wel mee eens. Ik ook. Ja. Uh, dus uh, tegenover mij, Albrecht de Jong. Hallo. Hoofdredacteur van Menes.nl. Klopt, klopt. Hoe is het, jongen? Gaat hartstikke goed. Ja? Ja, dankjewel. Dankjewel, enorme eer. Nou, absoluut grote eer om hier uh, ja. aan te mogen schuiven. Ja, een oh. beetje oude tijden leven al, Rick. Klopt. Uh, kijk voor luisteren zal nu een belletje gaan rinkelen, denk ik. Uh, dat denk ik ook. Het is uh, een jaar of vier geleden inmiddels, ja, denk, denk, denk ik. Uh, nee, drie. Corona. E, pandemie, ja, klopt. Ja, uh, dus uh, maar dat, dat, uh, toen hadden we een, een kijkvoerpodcast. podcast... Over Netflix en al dat soort diensten. Klopt. klopt. Dat was hartstikke leuk. En, ja, en met, dus ja, met dan Dennis dan. ga ik ook een uh, long way back. Oh, heel long way. Ja, is ik, het? Denk ik denk wel 15 jaar of zo. Ja, 2009, ja. Liverpool. Ja. Oh, dat is, uh, ik. ja. Nou, dat bedoel ik. Nou, echt. dit belooft wat te worden. En ook, dat belooft sowieso. Want, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk een week van heel veel dingen. Ja. Maar het is vooral de week van Dennis. Maar het is vooral de week... Van? Van, van? van Zelda. Oh, dankjewel. Oh nee, oké. Okay. Ik, ja, heel... ik, ik, ik raakte helemaal in de twijfel. Ik denk, nou ja, gaan we, we het over iets anders hebben. Wat ja. de hel? Ik dacht die lucht. Oh, nee, uh, dat komt nog. Uh, ja, dat ja. komt nog. Nee, hartstikke leuk. We gaan natuurlijk even babbelen over Zelda. Maar voordat we dat doen, we hebben ja. allemaal weer wat moois meegenomen. Deze week beginnen we met Dennis. Ja. Ja, mijn nieuws, mijn nieuws is dat er een bedrijf is, een Frans bedrijf, dat heet Cefalto. Cefalto? En dat heeft een ballon geontwikkeld. <laughs> en die ballon die kan uh, tot aan de stratosfeer uh, vliegen. Uh, wat je ook gewoon. Dat soort dingen worden sowieso al gedaan. Maar uh, nu kunnen er ook passagiers aan boord komen: zes man en twee piloten. En daarmee word je tot op 25 kilometer hoogte je gevlogen. Het is overigens een grappig feitje, 200, exact 250 jaar geleden... dat Jean-François Pilatre de Roger zijn eerste, de eerste luchtballon op liet gaan. Oké, okay. ja. Ja. Ja, klopt. Ik weet het nog goed. Met, met aan boord een, een, een haan, een eend en een schaap. Ja, waarom ook niet. Is ook zo. Ja. Maar um, ja, dit, dit wordt natuurlijk hartstikke tof. Want je wordt naar de rand van, uh, van, van, van de atmosfeer gevlogen. Dus je, feitelijk kan je gewoon de aarde overzien. Uh, Totaal overzicht kost je wel een flinke duit. Ja, ik heb heel veel vragen, Dennis. Ja. Uh, kom eens even wat, wat, wat kost dit geintje. 130.000 per stoeltje. Daar vind ik een hoop geld. Is hoop, maar daar krijg je wel een Michelin-diner voor. Vanaf waar vlieg je naar boven? Ja, van, waarschijnlijk vanuit Frankrijk. maar Dat, ah, okay, dat ja. hebben allemaal nog besloten. TV-ticket ja, maar, maar, komt okay, maar zit, komt ja, maar dan zit bij, ja. ja, maar zit dat zit inderdaad bij die 130.000 dat je daar naartoe gebracht wordt, of moet je nog zelf daarheen? Ik ben bang van wel. Dat vind ik, vind ik geen goede service. Ja. Nee, ik ook niet. Vind ik uh, belachelijk. Hé, hey, maar je hebt het over een ballon. Ja. En dan ga ik gelijk even denken. Uh, ik denk bij een ballon aan een uh, hete luchtballon. Ja. En uh, het, het leuke. Niet voor mensen zoals Dennis en ik, met extreem bizarre hoogtevrees. Het leuke daaraan is dat je in zo'n open mandje zit. Dat is een luchtballon. Lijkt mij niet het geval bij 25.000 kilometer. Nee, ken je nog die meneer die, hoe heet hij ook weer? Armgarter. Armgarter. Ja, feitelijk zit je in een grote capsule. Maar wat heeft het dan voor zin om er een ballon van te maken? Nou, omdat het veel minder uh, uh, uitstoot geeft dan bijvoorbeeld uh, de, de, de omgein van uh, Blue Origin en Virgin en uh, Elon Musk met SpaceX. Maar... Uh, feitelijk, je stijgt op, je stijgt op en je blijft daar uh, plakken en daarna uh, daal je weer na drie, dat... drie, drie uur. Ik vind en, dat... en, en, en drie uur. Je, zit namelijk niet, je bent niet volledig gewichteloos, want de ballon gaat niet verder dan het randje. <laughs> Ik zie die neo voorbij zijn. Ja, inderdaad zo, ja. Want hoeveel kilometer is dat? 25. dat is officieel de ruimte? Ja, nou ja, dat, Randje, is, dat stellen ze. Ja, maar dat is, ook daar zijn weer hele discussies over te voeren. Ah, oké, okay, het is in ieder geval. Ja. Maar, kijk, ja. als je, maar natuurlijk... je hebt een, een totaaloverzicht. En, en het uh, bedrijf biedt ook aan dat je aan het einde van de vlucht uh, begeleiding krijgt. Vanwege het feit dat sommige mensen uh, moeite hebben met het feit dat ze de hele aarde... Nou ja, niet letterlijk de hele aarde. Maar dat complete plaatje uh, krijgen. Dat schijnt blijkbaar een fenomeen te zijn, dat je daar last van kan, kan hebben. Oké. Okay. Maar als we het dan over uitstoot hebben, als je uh, natuurlijk gewoon zo min mogelijk wil uitstoten, eet dan in een restaurant op de, op de grond, toch? Voor <laughs> 130.000 euro. Ja, zo kun je alles kapot relativeren natuurlijk. Ja. Maar ik vind het idee, ik vind het idee heel vet, maar ik snap, ik snap de ballon gewoon. Ja, dat gaat dan langzamer. Dat is dan een. Awesome. Wanneer ja. beginnen ze met koken? Als je omhoog gaat? Dat, dat, ik ben de chef. Dat is wel vet. Ja, jij bent de kok. Ik ben ja, vet. maar het is dus, lijkt mij wel een vet concept. Dat je dan op 10 kilometer hoogte krijg je voorgerecht. 15 mm. kilometer krijg je uh, het tussengerecht. Ja. En dan zeg maar, het hoofdgerecht krijg je op 2500 meter. Ja. Dat is toch vet? Is het, is het, ik, 25. 25. Je, je moet deze mensen even gaan mailen Dit is een ja, uitstekend concept Maar is het niet gewoon de goedkoopste optie Om met een ballon ja. naar boven te gaan In plaats van met ja. een of andere raket Ja, daar heb jij weer een punt ja, het kwam zo in me op. Ook dat kan ik weer weer leggen, Alrik. Als je voor 130.000 euro uit eten gaat, dan heb je over... dat maakt geld niet zo heel veel uit, toch? Dat denk ik ook niet. Oh nee, dat is ook ja. zo. <laughs> maar uh, nee. ik, ik vind het heel goed voor in het in kader duurzaamheid. Ja, ja, de aarde vind ik ja. dat een uh, ja, echt een ja, want heel de ballon, goed Ja, wat een initiatief. Uh, die ballon is ook net als de, de nieuwe soorten raketten gewoon weer ja. opnieuw te gebruiken. Dus, uh. Dat is wel een goed iets. En het is natuurlijk wel vet. Het is wel futuristisch als de pest. Ja. Toch? Hé, hey, eh. Um, kunnen wij dat een keer reviewen? Ik zie Alrik al popelen. Die denkt: ja, ik wil wel een keer gewoon goed uiteten op 25 kilometer hoogte. Dus kan dat? Kan je ja, dat even regelen voor ons, Alrik? Dat is feitelijk ook wel een beetje mijn stelling. Oh. Wat is je stelling, Dennis? Mijn stelling is dat het binnen 10 jaar gewoon prima betaalbaar is. En met prima doel ik op een 10k. En bedoel je echt binnen 10 jaar of ja. Tussen de 10 en 30. Als dit, jaar. als dit een succes wordt, volgend jaar, of 2025, gaan ze beginnen met vliegen. Als dit een succes wordt, ze, ze hopen ongeveer 60 vluchten per jaar te gaan doen. Nou, als dit aanslaat, je kan geen patent op een ballon aanvragen. En wat bedoel je met betaalbaar? Ja, nou ja dat was wat ik zei, ongeveer 10k. Ah, Oké, okay, ja. Dat, 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 is ja business, is, dat is een businessflight. Dat is een businessflight. Wel een dure. ja ik vind dat ook voor mezelf niet betaalbaar mensen thuis die echt denken van oh die mossen nee, uh, nee maar jij ja maar jij refereert gewoon puur naar het feit dat het zeg maar relatief betaalbaar is het is nu onbetaalbaar ja. om naar de ruimte te gaan dan ja. zou dat kunnen ik zie dit wel gebeuren ja ik denk dat uh, dat we dat we gewoon uh, steeds meer rijke lui uh, het hoger op gaan zoeken want dat is cool en het kan uh, dus ik ben het eigenlijk wel met een je eens okay. uh, of ik het een goed idee vind we hadden het laatst natuurlijk over het feit dat er ongelooflijk veel ruimtepuin is. En dan gaan we zeg maar binnen onze atmosfeer gaan we zeg maar de zooi nog volgooien met ballonnen. Ik weet niet of het allemaal heel, heel tactisch is. Mm. Maar goed, laten we eerlijk zijn dat de wereld tactische keuzes maakt. Dat is inmiddels al duidelijk. Nee, maar stel je nou eens voor dat er gewoon inderdaad niet alleen dit bedrijf, maar veel meer bedrijven die ballonnen allemaal de lucht in laten gaan. Ja. Dat wordt uh, intrigerend. En hoe lang duurt zo'n vlucht? Uh, uh, drie uur zei je zoiets. zoiets toch? Ja. Ja. Ik ben het oneens met de stelling. Okay. Ik denk niet dat het betaalbaar wordt omdat er te weinig interesse voor is. Ik denk wel dat dit nou, heel veel milieuproblemen gaat oplossen in de wereld. Uh, het klimaatrapport uh, komt nou, dichterbij. Uh, nee, ik zie er heel veel potentie in, maar mm. uh, nee, ik denk dat er heel weinig interesse uh, in is. Ja, maar toch dan heb je die en grote. Dat die prijs daardoor niet, uh, niet daalt. Ik zie dit niet als een uh, regulier iets binnen tien jaar. Oké. Okay. Nou, nu, nu heb natuurlijk wel. Als je het van 130.000 naar 10.000 wilt krijgen, dat is wel een mm -hmm. goed punt, hoor ik. Dan moet je natuurlijk wel heel veel interesse hebben om dat ook rendabel te maken. Ja, maar alle, alle vluchten zijn al geboekt. Uh, en dan hebben we ook hoeveel, nog... over hoeveel vluchten hebben we? Net ja, 60 gemiddeld per jaar. 60 per jaar. Ja. En in het eerste jaar, maar 60 is niet 60 keer, wat waren dat? Vier stoeltjes? Uh, ja, plus twee piloten. Ja. Nou, dat zijn dus nee, niet... ja, ja, heel ja. veel mensen. Ja. En hoe vaak ga je nou zeggen... Nou, ik ben vorig jaar met een ballon de ruimte gegaan om te eten... dat gaan we volgende week weer doen. Ja, ja ik bedoel, er zijn gekkies genoeg. De, de, ze stapten ook in bij Branson en bij uh, uh, Jeff Bezos. Dus ook waar. Ja. ja, ik ben heel benieuwd naar die toekomst... van die toeristische uh, ja. ruimtevaart. Ja. Ik, 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 kan, ik kan me niet voorstellen dat uh, dat, dat gaat gebeuren, alleen... Dat is waarschijnlijk kortzichtig en uh, totaal nergens op gestoeld. Ik kan me niet voorstellen dat er heel, heel groot interesse is om door de ruimte te zweven. Maar, uh... Ik denk het wel. Ja. Maar goed, daar zijn, hey, daar zijn de stellingen voor. Daar zijn de stellingen voor. Hey, ik heb je kortzichtigheid van mij, denk ik dan. Want, uh... I don't ik. Ik weet niet. Als er, als er geld daar al valt, dan uh, is er, zijn er een hoop dingen mogelijk. Dat is waar. Dennis, mag ik jou bedanken. Alsjeblieft, daar bij deze. Ja, Alrik. Dennis had een wetenschapje. Ik ja. heb een popcultuur, dat laat de tech bij jou. Ja, nee, klopt. Ik, um, ja, ik zit natuurlijk wat te zoeken naar een onderwerp. En uh, als je tegenwoordig door alle tech-websites aan het lezen bent, eigenlijk gaat bijna ieder uh, artikel tegenwoordig uh, over AI. Ja, 100%. Ja. Uh, nou, dat wil ik dus een beetje vermijden. Ja, goed. Maar het haakje is wel een uh, wet. De AI-wet. Okay. Uh, afgelopen vrijdag heeft een commissie van de Europese Unie. Uh, een beetje de laatste hand gelegd aan een uh, AI-wet. Ja. Om de mens te beschermen tegen kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. Volgens mij gaat die volgend jaar naar het uh, Europees Parlement. Maar uh, ja, het moet de eerste. De uh, wereld's eerste AI-wet worden. Uh, er komt een soort piramide. met wat is hoog risico, wat is laag risico. Er komt een keurmerk, zeg maar. Ja. Um, wat is goede, wat is slechte kunstmatige intelligentie en uh, verplichte transparantie. Ja, en, en, en met dat laatste bedoel je denk ik vooral dat, dat je als internetgebruiker makkelijk kan zien of iets door AI gemaakt is. Uh, ja, klopt. Transparantie. Uh, volledige transparantie vanuit bedrijven ja. uh, die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Ja, precies. Uh, het is niet helemaal duidelijk waaronder ChatGPT valt, omdat het uh, deels tekst is, deels, uh, deel, deels beeld. Maar um, Waar heel veel kritiek op is uh, rond ChatGPT, is geen transparantie binnen het bedrijf. Mm. En daar zou dus verplichte transparantie zou een van de, van de onderdelen zijn van die wet. Uh, dit is niet mijn uh, nieuwsonderwerp, maar een haakje naar wat ik eigenlijk al uh, heel lang wil. En dat is: um, ja, ik hoor steeds meer om me heen vanuit uh, eigen verhalen wat. Um, So, uh, social media en jongeren, hoe slecht het allemaal is, uh, je hebt uh, de helft van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar, die leidt aan uh, uh, psychi psychische problemen. Mm -hmm. nou, dat wijs ik toe aan voor een groot deel aan uh, telefoon en uh, smartphone. Dat is ook volgens mij inmiddels wel. Bewezen? Ja, dat, voorzichtig. Dat, dat, wordt, dat, wordt nog, dat wordt niet altijd uh, benoemd. In nee. dat en dat, dat is dus eigenlijk ook niet bewezen. Maar goed, uh, lijkt mij een vrij logisch een uh, Ja. 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 Uh, ik hoorde laatst een uh, verhaal van een jongen die zit net in een brugklas. Er lopen kinderen met boekentassen voor hun school dat ze niet uh, gesnapt worden, zodat ze weer ergens anders gedeeld worden, wat dan ook gesnapt. Ik denk dat het met Snapchat of wat Ja. Uh, ik hoorde laatst uh, van vrienden die hebben op de basisschool een uh, kindje. Die hebben een WhatsApp-groep in de klas al. Terwijl WhatsApp eigenlijk minimaal uh, 16 jaar is, mm. officieel. En um, wat gebeurde daar? Een uh, meisje, nou die weet gepest, best, dat gebeurt ook zonder social media. Alleen um, er is s'nachts nachts om vier uur. Hebben al die kinderen een uh, WhatsApp-bom geplaatst in die. Um, um, in die WhatsApp-groep met uh, puntje, puntje, puntje... is een klote wijf. T dan denk ik, uh, ja, geen verantwoordelijkheid van ouders. Maar goed, uh, hoe kan het dat kinderen al met... Uh, op die leeftijd met so uh, WhatsApp... Uh, nou. Je, Je snapt hem. Ja. En dan hoor ik nog een voorbeeld laatst. En uh, nou ja, die ouders zijn een beetje... Uh, zo politiek correct als ik ook ben. Waarschijnlijk tegen beter weten in. Uh, kind, niet te vroeg een telefoon. Uh, geen WhatsApp. <kwijls> maar dat... Uh, ja dat jongetje werd niet meer uitgenodigd op, uh, op schoolfeestjes omdat hij geen telefoon omdat hij geen telefoon had ja. ik zie altijd uh, smartphones en uh, social media als, uh, als alcohol um, ja is het een beetje te volgen ja een ja, ja, ja. oh, okay. ja. ik, ik ik hang aan je leerjongen oh. ja. en uh, ja je geeft kinderen geen flesjes feigling of vlugel, of, of, of flesjes bier mee naar school nee toch of klopt uh, ja klopt dat is uh, volgens mij de leeftijd 18 vroeger was dat 16 ja uh, ja, in principe schaar ik social media en smartphone, dat zie ik dan maar even als één, uh, ja. als één geheel. Uh, eigenlijk hetzelfde als alcohol. Het is uh, verslavend, het is lekker, het is leuk. Alleen kinderen zien niet de consequenties in van hun daden. Uh, ik zie niet de consequenties in van het gebruik, van het gevaar. Ze zijn eigenlijk gewoon te jong om daarmee in aanraking te komen. Dus. Uh, Een stellingje? Nou, ik, ik kom nog op de stelling. Oh, oké. Okay. Want ik, um, ja, ik, ik, heb, <laughs> ik heb het serieus aangepakt. Ik kom met een wetsvoorstel. <laughs> en mijn stelling is inderdaad het wetsvoorstel. Of jullie het daarmee eens zijn Oké, okay, okay. okay, dan kom je eerst met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is uh, jongeren en social media. Of jongeren en smartphone. Nou, geef het een naam. Dat is alvast een leuke naam. Hij, en, hij pakt er en, gewoon een briefje bij. <laughs> hij, gaat, hij gaat gewoon een troonreden. Ik zit vind er, het prachtig. Zit er zitten vast een aantal uh, haken en ogen aan. Maar um, punt 1, invoering van de kindertelefoon. Dus uh, dat is legaal vanaf uh, middelbare schooltijd of twaalf jaar, daaronder geen uh, mobiele telefoon. Wat kun je daarop? Bellen en sms'en. Mm -hmm. Heel misschien een soort veilige vorm van internet. Ik weet niet hoe makkelijk dat. Uh, dat, dat is best makkelijk te doen. Is, ja. is toe te passen dat ze wel uh, wegwijs worden op het internet. Natuurlijk leren ze dat ook al op school. Ja. Goed, een kindertelefoon. Oh ja, ik krijg zelf ook kinderen. Misschien uh, is dat. Ja, ik denk dat er wel. Uh, ja, krijg dus, dus... Vanaf juni een baby. En ik denk dat dat misschien meespeelt in mijn ja. zorgen. En, ja, ja, ik uh, zie ik, het in je ogen. Ik ik denk denk het, het fantastisch. Het ik denk het wel. Ja. Nee, doen. Goed, man. Uh, goed, invoering van de kindertelefoon. Legaal vanaf middelbare school of 12 jaar. Minimale leeftijd smartphone, social media. Eens. 16 jaar. Eens. Uh, het is echt niet geschikt voor kinderen: uh, smartphone. Dat is gewoon het argument. Ze, ze zien niet de consequenties van hun verslaving, van hun gebruik. Uh, en dan heb je nog het hele pesterige gebeuren. Ja. Uh, dus, um, ja, net als een brommer. Heb ik op het papiertje gezet. Dat is ook heel logisch. Ja. Die, uh, uh, verplicht vak op de middelbare school: technologiemaatschappij leer. Over Damn. de. Over de um, ja. Ja, technologie, dat, dat zegt het al, toch? Of, ja, dat uh, zegt alles. Over de gevaren, maar ook de mogelijkheden van technologie binnen de maatschappij. Ik heb dat nog nooit uh, ergens gehoord. Misschien bestaat het al binnen maatschappijleer. Maar hop, verplicht vak op school. Eens. Ik wil het zelf al geven. Ja. Ja, te weinig verstand van. Ja, nee, maar dat komt wel goed, joh. Ja. En een uh, telefoonverbod op school, daar wordt natuurlijk al veel over gesproken. En er zijn ook verschillende onderzoeken die laten zien... waar een telefoonverbod is, hogere cijfers, uh, for, uh, kinderen zijn er blij mee. Ze gaan weer onder, onderling uh, met elkaar babbelen. Uh, er is meer sociale, uh, hoe noem je dat, sociale contacten. Dus uh, ja, dat zijn vier punten uit mijn nog nader uit te voeren wetsvoorstel... waar vast wel wat haken en ogen aan zitten. Kom, nou, mensen. mijn stelling is... Uh, Nederland moet uh, een wet rond uh, jongeren en uh, smartphone en social media invoeren. En dat is een beetje die wet die ik voor ogen heb. Ik zal hem nog nader uitwerken. Voor ik een petitie start. Maar ja. uh, ik, uh, ik, uh, ik ben het met je eens. Ik ben het ook eens. Maar het is onhaalbaar. Ja, dat is het, dat is is... Onhaalbaar. Het, het, het is onhaalbaar. want ik, ik snap je punt volkomen. Maar je gaat gewoon niet. Je gaat het niet voor elkaar. Kijk, tot aan twaalf jaar, dan kan ik nog daar wel in komen. Ik denk dat het ook een taak voor de ouders is natuurlijk. Ja, klopt. Um, uh, want daarna begin je echt jong volwassen te worden. Ja. Dus dan ben je best wel ook bezig met vriendinnetjes of vriendjes of wat dan. En, en, um... Ja, maar dan heb je die kindertelefoon. Hè? Dan kun je sms'en. Ja, uh... ja, ja, ja. Ja. ik denk dat dat een hele goede is je moet nou ik ik vind sowieso en ik ik, ik ben echt ik, ik bouw hiervan want uh, ik ben natuurlijk lang levende tech en 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 dingen Maar jij hebt het vorige week gehad over dat uh, uh, smartphone gebruik social media gebruik bij ouderen twee uurtjes per dag zorgt dat uh, de minder kans op 50%, min, 50 kans dat uh, op minder nee 50% minder kans op dementie ja maar toen zei je ook al een heel goed punt maar wat gaat dat? Dit zegt niks over de jongeren die nu hè, en, en ik ben er ook een van, soms gewoon tien uur per dag bezig is met social media en alles erop en eraan, ja. dan weet ik het allemaal. Ja. En ik denk wel dat, hoe fanatiek ik ook ben in het delen van mijn passie over technologie, er is er moet, Dit is hetzelfde als een man die gek is op whisky. En whisky's ah. kan verkopen, dat is fantastisch. Ja. Maar vanaf een bepaalde leeftijd. En ik heb dat hier ook, de verhalen die jij vertelt, die hoor ik ook. Ja, precies. En, en je wordt, zeg maar, moet je nagaan. Vroeger, nou ben ik een keer opa die spreekt. Oh, wow. op, op, op de middelbare school, zeker de eerste twee jaar, waren bij mij telefoons nog eigenlijk geen ding. Nee. En toen was het al, zeg maar, als je dan een keertje wat lelijks over iemand wilde zeggen, moest je het in zijn gezicht doen. Ja, of, of achter of, zijn rug om, of, of, of maar dan hoorde je het ja. en dan kwam die en ja. nu kan iedereen kan alles maar zeggen, alles maar ja. sturen. Soms zie ik jonge mensen reageren op onze social media posts. Volg ons trouwens even OneNL. Maar uh, dat ik denk van, maar, maar ja, hoe dan? Nee, maar ik wat, ik, ik snap het, ik ben het volledig met je eens hè? Want het het, het loopt echt uh, uh, spuugaat uit. Ja, spuugaat dus. uit. Dat is wat ik zocht. Dank ja. u. Um, maar ik denk dat je juist daardoor een tweedeling krijgt van de kids, de haves en de not. have nots. Nee, maar... Want er zijn altijd ouders die toch hun kind een, een super smartphone geven. Er zijn er altijd ook ouders die GTA 5 kopen voor een kind van negen. Weet je, het is. Je ja, moet erbij maar, horen. Ja, maar, ja, maar dat is dat... nu niet oh. verboden. Orrik heeft het over een verbod. Ja, GTA 5 mag je niet verkopen aan een kind van negen. Nee, klopt. Uh... En, maar, maar een biertje ook niet. En veel ouders die geven. Uh... Sommige uh, 14-jarige kinderen ook al een, een eerste biertje of wat dan ook. Maar ik denk met zo'n wet, het, het grootste gedeelte van de bevolking is toch eigenlijk wel braaf, heb ik het idee altijd. Ja. En natuurlijk heb je wel eens een telefoon van je ouders in je handen of wat dan ook. Alleen, ik denk dat zo'n soort uh, wet kindertelefoon misschien is het een belachelijk idee, maar dat dat. Uh, de massale impact ervan wel uh, mindert. En ik vergelijk het altijd met, uh, met alcohol of een brommer. Uh, het is totaal absurd om je kind alcohol mee naar school uh, te geven. Ja. Ja, en natuurlijk, ja. ik vind het even absurd... om uh, zoiets gevaarlijks als uh, social media en een smartphone... want het is gewoon een gevaar voor de volksgezondheid. Nou, en, 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 en jij hebt het zelfs nog over een kindertelefoon. Van mij hoeft dat zelfs al niet eens. Want ik heb dat, ik heb dat bijvoorbeeld nu ook, dat dan... Um... Best wel jonge ouders. die uh, een kind van 4, 5 hebben. Die mm. hebben hun kind een telefoontje gegeven. Want mm. dan kunnen ze. dan weten ze uh, waar ze zijn. En dan, als ze, uh, dan weten ze zelf. ja, als, ze moeten om 5 uur binnen zijn voor het eten. dan weten ze dat. Jo, de, 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 hoe deden wij dat vroeger? Ja, nee, ik krijg het toch wel voor elkaar. En ja, ik vond het koud vreten. En dat merk ik wel. Zeg maar, in het begin was ik heel erg zo van met mijn to-do-lijstjes op mijn telefoon. Was ja. ik, zeg maar, dan had ik iets aan top of mind. En dat zet ik daar dan in. Want dan ging ik het niet vergeten. Maar wat je krijgt, is na verloop van tijd ga je steeds minder onthouden. Want het telefoontje lulde toch wel. En ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling van een kind. Dat je gewoon naar buiten gaat. En je gaat buiten dingen doen. En je gaat in bomen hangen. En als je uit een boom valt en je breekt wat, dan weet je de rest van je leven: moa, dat ga ik niet nog een keer doen. Ja. En als je zelf je verantwoordelijkheid pakt als kind zijn. en weet van ik moet om vijf uur thuis zijn. en ik ben maar om vijf uur thuis. zonder dat je daar hulp bij krijgt. Ja, dat is wel. Wees kind. Ja, zeker. Nee, ik bedoel, ik ben het ook volledig met de stellingen eens. Maar nogmaals, ik denk dat het onomkeerbaar is. Ik denk het niet. Ik denk dat het echt onomkeerbaar ik is. Ja, niet, maar ja, heeft maar het het niet over die houding wel. Alleen, uh, een kindertelefoon was trouwens uh, vanaf 12 jaar. Daarvoor ja. vind ik het uh, okay, niet nee, nodig. Oké, nee, groot gelijk dan. Excuus. Uh, alleen, ik denk dat zo'n kindertelefoon een handige brug is. Omdat in deze tijd krijg je het niet uh, door dat... Ah, nee. Met de bereikbaarheid van tegenwoordig dat uh, ouders het zou maar toestaan dat hun kinderen helemaal niet meer bereikbaar zijn. Op de basisschool vind ik dat volstrekt de flauwekul, inderdaad. Ja. De haalbaarheid: um, ja, hangt van de hele campagne af die je eromheen gaat voeren. Um, wat wil je halen, behalen? Uh, hoezo, ja. zou het niet, ja, hoezo is niet haalbaar. Uh, Tuurlijk is het haalbaar. Nou, nee, nee absoluut niet. Honderd procent. Wel, nee, wel, een twaalfjarige jochie die weet ook echt wel ergens een telefoontje te scoren hoor. Of ze paps en mam ze dan weten of niet. Nou, ik weet niet. Wa ja, maar die, hoe, die mag hoe? je niet kopen. Nee. Nee, ah, maar een wapen mag je ook niet kopen. En sigaretten nee. mag je ook niet kopen. Nee, klopt. Maar uh... dan heb je het over een klein deel wat het dan alsnog doet. Maar dan is alsnog de impact. Yeah. Veel groter. Yeah. En, en dan kan jij natuurlijk leuk als twaalfjarige zeggen: ja, ik heb wel een smartphone, maar als al jouw vrienden zo'n ding niet hebben, yeah. ja, wat hebben ze eraan dan? Dan, dan dan voorkom je toch ja, het probleem is, van is, het gevaar van social media. Dat is op zich een goed punt. Ik, maar hey, wel ik wel had het ook het een brommer haalbaar. toen ik twaalf was hoor. Dus, uh, ja, maar jij bent ook een, een vlegel tot de markt Een nozem. Wat wij Ik goudelijk. denk wel dat het haalbaar is, maar ik denk dat uh, wil er niet is. Want heel veel ouders die, aan wie ik dit vertel, die zeggen: ah joh, uh, nee, het heeft ook allemaal uh, voordelen. Uh, dus goed, ik hoop ja, dat maar... uh, als mijn baby twaalf uh, is, dat hij een kindertelefoon heeft. Ja, dat hoop ik ook. En anders geef jij hem gewoon. Anders geef ik een maar wat is dan de... jouw mening als het gaat om bijvoorbeeld uh, 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 ouders die uh, leerzame dingen op de, uh, de, een iPad zetten? Nee, ik, ik hou helemaal niet van iPads. Dat, dat, dat is een doorn in mijn ogen als ik kinderen achter een iPad zie. In een, okay. resta in een restaurant of... Uh, ah, dat vind ik zo verschrikkelijk. Het is zo makkelijk. Ja, ja maar dat... Ja. Ja, ik heb ook vrienden die zeiden eerst, dat gaan we echt niet doen. Ze zei ja, maar het is wel makkelijk hoor. Want dan is dat kindrustig. Ja, maar je bent het gewoon hersenloos ergens in een hoekje. Ja, klopt. Gepropt. Nee, ik hoop dat ik dat volhoud, dat ik dat niet ga doen. Maar ik heb ook geen iPad. Ik heb nooit een iPad gehad. Maar uh, ja, ja... je had ook kijk, geen kind. Nee, Je hebt nog steeds geen heb, ja, heb Je ook nog nooit gehad, hè? Nee, precies. Dat Alles kan, dat, dat kan ja. nog maar gebeuren. Maar ja. um, nee, um, ja, dat, dat, die worden natuurlijk in het onderwijs wel gebruikt. Zeker. De iPad ja. voor. Ja, ja, ja. voor um, ja, absoluut. Nee, tuurlijk. Je, je moet ook geen digibeten nee, creëren. Ja. Alleen, uh, ja, dat gebeurt op school. Op school leer je internetvakken. Ja. Uh, um, je bent met internet bezig, je kunt thuis achter de computer wel eens op internet zitten. Ja. Iedere, iedere ouder heeft daar zijn eigen max voor. Nou ja, goed, dat hou je altijd. Ja, ja vroeger ook op televisie kijken. Ja. Het, het is echt een doorin in het oog om te zien. dat man. Die kinderen. dat op fietsen, Elektrische fiets onder kinderen moet ook ja, dat minimaal is, ook 16. Dat vind ik ook krankzinnig. Dat vind ik echt krankzinnig. Hoe en, Oefen, ja, We normaal. zijn nou trouwens ik kom, we we zijn echt een, wel echt... Oude, ja, oude, sorry sorry ja, voor mijn boomer. Ja, inbrengen. ik wou net zeggen. Ja, sorry, sorry, wow, ja. sorry. Maar, ik, ben ik ben geen boomer Ik, ik ben doorgaans heel... heel maar ik, ik, dat heb, en het is ook een stukje jaloezie. Dat ik denk, ik moest... Altijd door tegen de wind, wind. fietsen. Ja, 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 en ja, kijk. zij zitten gewoon op een van Movie. Ja. ja, het ja. is ook wel een beetje jaloezie. Ja, wat voor generatie kweek je? Hè? Als je de kinderen op elektrische fietsen. Zo, ja, 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 Dat weten we echt. oude mannen vind ik dit. Want. Ja. Um, maar goed, we dwalen af. <laughs> nou ja, ik denk, ja. Maar ja, aan de andere kant, dat zouden ze over, over ons ook gezegd hebben: onze ja, ouders, televisie, weer. Met televisie. Met de... en, 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 en uiteindelijk bij mij was het de PlayStation en alles erop en eraan. Dat was ook. Uh, moet je niet wat met je vrienden gaan doen? Ja, ben ik toch aan het doen? Ja. En gamen. Ja. Snapten ze ook niet. Ja. Dus dat kan het ook, hè? Kan allemaal goed komen. Ja, klopt. Je weet het niet. <laughs> klopt. Maar ik wil je wel bedanken voor je fantastische nieuwtje. Nou, met alle liefde. En, en wetsvoorstel en gefeliciteerd nog met uh, de titel ah shit we hadden bijna zou, vergeten oh, Feyenoord ja dank je bijna vergeten. ik denk ik zit hier met twee jaar ik zie er vandaan. dit wordt toch een leuke dag met helemaal dank je wel ja, ja en, nee, ik, en ik vind ook helemaal niet erg dat Feyenoord kampioen is geworden ik ben niet zo'n zo uh, hater en uh, het ik is ook gewoon het rechte kampioen ja. tuurlijk en, uh, mooie club dank je ja. dank je jongens nou dan ga ik helemaal enthousiast mijn eigen nieuwtje beginnen Ja, nou, benieuwd ja ik heb deze week geen nieuws Oké, okay, nou okay. Dat, is, uh, dat schiet op. Eens. Ik heb wel een prachtige ervaring. Hm? Ik heb een prachtige ervaring. Echt waar? Een prachtige ervaring. Nou, ver... oké. Okay. Ja, uh, het, uh, de ervaring komt in de vorm van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, het nieuwe spel van de Zelda franchise. En Dennis en ik zijn zo gelukkig, want we hebben het afgelopen weekend allebei lekker kunnen spelen. En uh, ja, goed, laten we, het, uh, laten we het er sowieso eventjes over hebben. Want na zes jaar kunnen fans eindelijk weer genieten van een nieuw Zelda-avontuur. Um, 2017 kwam Breath of the Wild uit. Volgens velen het beste Zelda-spel mm. op de switch. Op de sfeer, oké, okay, ja. ja. Je begint al gelijk mee. Ja, uh, ik dacht dat je ging zeggen het beste Zelda nee, ooit. Maar nee, okay, ja. het is ja. Ocarina of Time. Yes. Daar da da okay. is dat. Yes. Ocarina of Time. Dat, dat is voor een Nintendo 64. Ja, oké. Okay. Ik heb alleen in mijn leven 8-bit gespeeld. Oké. Okay. Voor de dus luistering. Uh, is goed om te weten. Link. Ja, dat link is heel goed om te weten. Dus. Uh, ik heb zelf eigenlijk niet zo heel veel met de Zelda franchise. Dus, uh, dus wat dat betreft uh, voel je niet onder druk gezet, Alrik. Maar de reviews zijn een beetje binnen. Ik heb het even opgezocht. Er zijn ongeveer nu 88 reviews van Waardoor de uh, Tears of the Kingdom een uh, gemiddelde score van 96 krijgt van de 100. Uh, de gamers zelf zijn iets minder enthousiast. Uh, want er zijn 2681 reviewers van gamers geweest. En uh, de komt hij gemiddeld uit op een 8,6. Wat een mm. prima score is. Ik uh, sluit me persoonlijk uh, meer aan uh, bij die laatste groep. Ik vind een 8,6 uh, wat, wat beter dan een 9,6. Um, want wat mij betreft is het heel leuk. Maar het is wel meer van hetzelfde. Soort van. Meer van hetzelfde. Haha. Ah. Ha ha. Nee, ja, Dennis, laten we het er even over hebben, kort. Ja, nee, ik, 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 ik voel wat je zegt. Het is absoluut... Het, sommige mensen die hebben het een, een veredelde DLC genoemd. Dat vind ik het absoluut niet. Ik vind het echt een prima stand-alone game. Uh, er zijn ook voldoende nieuwe elementen. Waaronder uh, alle, uh, zeg maar, in de lucht zwevende uh, eilanden... Waar, uh, waar je shrines kan vinden. Uh, ik wil niet te veel spoilers geven. Maar uh, dat vind ik heel verfrissend. En uh, er is nu een nieuwe mogelijkheid dat je eigenlijk een soort van... In, op een soort van Lego-achtige wijze kan je uh, voorwerpen combineren of voorwerpen die je bij je hebt. Ja. Uh, om uh, een, tot een oplossing te komen. Dus ja. uh, door twee boomstammen aan elkaar te plakken, kom je een, een ravijn over, ja. bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, of je zet een, 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 een zeil op een van die boomstammen. en je kan uh, de oceaan over. Ja, ja uh, dat, is, dat is dope. Ik vind het echt, ik vind het echt super tof. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap waarom mensen. Nou, ik moest ja, die tutorial die was wel echt lang ja maar weet je wat het leuke is ik snap sommige mensen weten dat het een tutorial is ja ik had geen idee oh, oké okay. dus ik denk nou dat gaat lekker ja gaat lekker vlot erin goed spelletje ja. ik was weer boos ik word zo boos voor dit soort spelletjes dan heel veel moeite heb gedaan mm -hmm. en een puzzel heb opgelost om voordat je verder kan ja en dan denk je oh dat was eigenlijk best makkelijk uh, en dan kom je bij de volgende en pijn ze En dan ben je eindelijk ben je verder. Ja. En krijg je weer een puzzel in je waffel gesmeten. Ja, dat is de game. Ja, het is ik stom. Nou, vind ik stom. Ja, ik vind het fantastisch. En, en, en ik vind het fantastisch oh. ook puur vanwege het feit dat je nu niet uh, een enkele oplossing hebt voor een bepaalde puzzel. Nee, dat Want, is jouw nee, kopie Ja, die kan, die kan meerdere dingen ja. doen. Oh, ik wilde nog even wat zeggen. Ja, mag ja, je mag ja, gewoon doorheen. Heen. Ja, je mag gewoon doorheen. Okay. Ja, okay. Ja, ja, gewoon nee, doorheen. is dat nog steeds een combinatie van. Uh, Net als in 1986, van um, um, actie en puzzelen? Of, ja, uh, ja, dat is nog steeds van de ene naar de andere kamer. Ja, uh, ja. Shrines? Shrines, ja. ja. Dungeons? Ah, okay. Ja, oké. Ja, ja, ja. En, en, en nu was het dus zo dat ik de eerste drie uur of zo was ik aan het spelen. Toen ja. dacht ik, nou dit gaat lekker vlot. En toen bleek dat ik de tutorial aan het spelen was. <laughs> en toen ging de game pas beginnen. Ja, ja dat vond ik, ik wel vet. Daar ja. hou ik wel van. Ja. Echt goed uitgewerkt. En ik vind ook de, 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 de tussenfilmpjes vind ik heel goed gedaan. Uh, het zorgt voor een stukje rust als je aan het gamen bent. En uh, wat ik ook heel prettig vind is: uh, mocht je ergens niet goed uitkomen, dan heb je allemaal bepaalde non-playable characters. Uh, bijvoorbeeld de constructs. Die geven je dan een bepaalde hint. Zodat je wel zoiets hebt van: Oh, wacht eens even, zo kan ik er ook over nadenken. Ja. En ik vind dat gewoon echt ijzersterk. En voor een, een, een hele oude machine, wat de Switch ondertussen best wel is. Uh, het is zes jaar geleden dat de eerste Zelda uitkwam, natuurlijk. Um, vind ik dat hij het heel. Die, die vind ik die game echt heel mooi. Alhoewel, je, je moet hem. De handheld. Zeg maar, als je hem handheld speelt. Dan heeft hij af en toe de Switch wel een beetje moeite met de, met de framerates. En dus komen we bij mijn stelling. Oh. We Wij gaan ruzie krijgen, denk ik. Uh oh. Vind je dat erg? <laughs> Bring in. Oké. Okay. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is ongelooflijk goed. Maar wordt eigenlijk veel te veel overschat. Wil je nog een beetje... Wil je nog een beetje um, moet ik nog een beetje omschrijven wat ik denk? Voordat je ja of nee zegt? Nee, zeg eerst maar ja of nee. Ben je het eens of oneens? Feitelijk gezien. Want je bent nu met je emoties bezig. Ja, ik, 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 ik hink op twee gedachten inderdaad. Dat zie ik. Um, uh, eens. Wat?! Dat meen je niet. Nou, ik vind het echt een hele, 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 hele goede game. Eerst al. Oké, okay, ja. Maar vind je hem dan ook overschat? Of, uh... Door sommigen vind ik hem overschat, ja. Nee, dus ik ben er deels is, Ja. Ik vind het echt een uh, waardeloze game. Anders had ik hem wel gekocht en gespeeld. Maar ik <laughs> heb hem niet gespeeld trouwens. <laughs> nee, ik speel alleen uh, FIFA en ja. heel af en toe Tony Hawk Skateboarding. Ja, dat is wel leuk. Dat is ja, sorry dat ik je wel een ja. beetje buitensluit. Oren. Nee, maar ik... ik... Kijk... Daarom ben ik het ermee oneens. Ik vind een game van niks. Anders had ik hem wel gespeeld. Ja, precies. Nee, kijk. Mijn ding is een beetje dit, Dennis. Mm. Um, als je kijkt naar de gameplay. Ja. is meer van hetzelfde. Ja, oké. Okay. Er zit variatie ja, ja. in. Maar het zou ook heel raar zijn als ze ineens wat anders gingen doen. Dat, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar uh, het is meer van hetzelfde. Dat is wat het is. En of, okay. het, of, het, of het goed is of slecht is. Het is meer van hetzelfde. De graphics... Van de Nintendo Switch en niet meer om over naar huis te schrijven. Kijk, leg, leg dit spel nou eens eventjes naast een God of War Ragnarok. Ja, maar dit is een hele andere stijl. Ja, maar dan nog. Ja. Het, kan, ik nee, ik, zat, ja, ik nee. moest echt wennen toen ik hem weer aanzet. Ik moest echt wennen. Serieus? Ja, oh, nee, ik helemaal niet. Ik, ik, zat, ik zat er meteen weer in. Um, en dan als ik dan. Uh, jij zei het over de Handheld-mode, hebben we ook gezien. Er zitten best wel veel frame drops in. Ja. En uh, als je dan bedenkt dat het geen kleine studio is die dit gemaakt heeft. Mm -hmm. Maar Nintendo. Met oneindig veel geld. Ja. Oneindig veel ervaring. En ongelooflijk veel fans. Ja. Dan snap ik dat het populair is. Maar zo'n spel. Is even weg. Als het geen Zelda was geweest. En uh, de graphics waren dan wel vet. Maar ja. ja niet meer echt van deze tijd. Mm -hmm. Frame drops. Het gameplay is een beetje een herhaling van wat het was. Nee. En. Dan, dan hadden, als dit zelden niet was geweest, waren mensen echt niet zo door het dolle heen geweest dan, dan, dan nu. Ja, maar het is gewoon wel een hele goede game. Wat maakt hem zo goed dan? Uh, de, 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 de inventiviteit, uh, uh, de verhaallijn vind ik heel tof. Uh, de, uh, de open wereld uh, is, uh, vind ik echt magisch. Die is heel groot. Ja, dat is wel een flinke enkel. Flinke okay. ja. uh, de muziek vind ik fantastisch. Uh, er is gewoon goed over nagedacht. En het geeft de speler de mogelijkheid om zelf na te denken over wat ze willen doen in de game. Uh, kijk, natuurlijk heb je wel enigszins een lineair stuk erop zitten. Want je moet wel met, met je kont van A naar B. Maar hoe je dat gaat doen en uh, uh, wanneer je dat gaat doen, dat kun je helemaal zelf bepalen. En dat vind ik echt, he, echt ijzersterk. Maar dat is het principe van een open wereld game, toch? Sure, ja, maar niet in, niet in alle gevallen word je uh, het, um, opgedragen om weer terug te gaan aan bepaalde punten vanwege een ability die je ineens wel hebt. Ja, dat is waar. Dus dat vind ik echt heel tof. Maar, nou, maar ik, ik snap, zeg ook niet dat het snap, een slechte game is, maar ik vind mensen die. Dat, dat was net als bij The Last of Us. Als, ja. je, als je in de eerste ronde The Last of Us niet gespeeld had. Ja. en je hoort twee jaar lang mensen schreeuwen: dit is het beste wat er ooit gemaakt is. en ja. je gaat spelen en je denkt, ma, torenhoge verwachtingen. Ja. En ik, ik hoor en... nu al het hele weekend niemand, niks anders dan: dit is het beste wat ik ooit voor mijn hele leven gezien heb. en dan denk ik, nou. Nee, dat vind ik ook niet. Ik vind dit wel een beetje. En het is, maar dat komt ook een beetje uh, uh, vanwege de Zelda-dorst die er op een gegeven moment was. Want die game zou al veel eerder zijn uitgekomen. en is uh, twee of drie keer teruggevloten. moesten ze helemaal weer opnieuw beginnen. omdat het niet voldeed aan de eisen van Nintendo. Nou. En ja, dan ben je zes jaar later, komt die game eindelijk uit. Dus iedereen valt over elkaar heen. Dus ik snap dat sentiment. Ik snap dat heel goed. En ik ben aan het genieten. Ik ben gewoon aan het genieten. Ja, en dat, is, dat staat, weet je, het is een goede game. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. En uh, dat is hetzelfde als dat ik Hogwarts Legacy een hele goede game vond. Mm -hmm. En dat is hetzelfde als dat ik God of War Ragnarok ja. een hele goede game vond. Maar als ik die drie naast elkaar zet, denk ik niet, nou, zelden was uh, once in a lifetime. Nee, vond ik niet. Maar dat kan ook. Ik heb er ook niet zoveel mee met dit, dit soort type spelletjes. Ik word al boos als ik dan op, op een gegeven moment moet. Ik ergens naartoe, maar dan kan ik niet heen, want ik heb het koud. Dus dan moet ik allemaal uh, pepers gaan bakken. En dan uh, net zo lang bakken tot ik genoeg tijd heb om door de kou te kunnen lopen. En dan ben ik in de kou en dan breek mijn zwaard af. En dan heb ik geen nieuw zwaard. Maar ja, dan groeien geen zwaarden op, op een berg. Dus dan moet ik weer gaan wegrennen de hele tijd als een of andere mythe. Dan denk ik, ja, wat als ik toch zin heb in realisme, dan ga ik wel gewoon de sim spelen of zo. Maar kom op, hé, ik wil gewoon puzzels oplossen, vechten. Gezeik. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat RPG-gedeelte van, van die game, of van heel veel games, gewoon ook best wel een beetje irritant vind. Net als bij Red Dead Redemption 2, hoeveel uur denk jij dat. Jij, ben, jij hebt hem uitgespeeld. Ik heb hem uitgespeeld. Hoeveel en... uur denk jij dat jij je wapen hebt schoongemaakt? Uh, ve veel. En, en, en waarom? En, ja, en champignonnetjes bakken. En, ja. Snap je? Ja, ja, ja. Nou, ja, nee, ik vond het leuk. Dat vond ik wel leuk. Want dat paste gewoon er gewoon wel bij. Maar uh, ja, over het algemeen vind ik dat zelf moeten fabriceren van allerlei uh, dingen niet leuk. Maar omdat je nu die ability hebt uh, om echt van alles en nog wat te kunnen combineren, vind ik het weer wel leuk. Het is een beetje last haar te leggen, ja. denk ik. Laten we, het belangrijkste van games is dat je ermee mee vermaakt. Ja. Dat doen we. Ja. Uh, maar ik vind het gewoon soms... Ik zag ook weer op Twitter iemand zetten... De tutorial van Zelda is beter dan bijna alle games ooit. Oké, okay, dat vind ik heel ver. Gekken. Of iets in die richting. Is al beter dan 90% van de... de... Nee. Ja. De... 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 Totaal niet. Wat ben je nou aan... Ja. Ja. Jongens, laten we even gezellig afsluiten met een paar uh, tipjes. Ja, want wij als redactie hebben natuurlijk uh, ook wat tipjes voor jou als luisteraar. Dingen die je kan luisteren, kijken, doen, voelen, ervaren. Deze week wil ik even beginnen met de gast. Mag dat, Dennis? Zeer zeker, oh, Dennis. ik ding. zit te popelen. Popel. Popel. Nee, um, kokos shampoo kopen. Tot volgende week. Oké. Wat lekker random. Oké, okay, cool. Uh, gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek. Ik ben, ik ben benieuwd of jullie een beetje kunnen raden in welke hoek je het moet zoeken. Ja, gezondheid voor je hoofd. Haar is goed voor je haar. Je krijgt geen uh, allemaal enge ziektes. Dennis? Goed voor je seks. Voor je libido. Dat zou toch raar zijn? Nou ja kokos shampoo. Um, vezels in je haar smeren? Ik weet het niet. Nee. Nee, er um, wordt juist minder geprikt. Maar dat, um, ja, dat heeft niks met, uh, met seks te maken. Oh, er is, ik uh, weet het! Ja, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar. Um, um, ja, in Friesland zeggen we neefjes. Ja. Muggen heten uh, neefjes in uh, Friesland. Ja. En okay. um, uh, Muggen zijn vliegen. Maar ik heb het nu over muggen, steekmuggen. Dus ja. Hier op je slaapkamer. Ja, ja. Neefjes voor de Friese <coughs> Klopt. Neven. Neven. Um, er werd altijd gedacht dat de lichaamsgeur. Um, ja. Dat dat uh, heel belangrijk was. Is. is ook waar, waar, um, waar vliegen op afkomen. Um, ik dacht zelf altijd. De dikte van je huid. Dat ze dan het uh, bloed zien. Maar dat, dat is niet zo. Slaat ook nergens op, denk ik. <laughs> ja. maar, 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 Dan dacht ik dat voor kort altijd. Dat sure. je, dat je... En uh, nu is onderzoek gedaan naar verschillende typen shampoos. Uh, niet een heel grootschalig onderzoek, maar wel uh, een vrij duidelijke uitkomst door uh, wetenschapstijdschrift Ice Science. Serieuze speler in de wet wetenschapstijdschriften. Zeker. Uh, nou, wat blijkt. Als je dolf shampoo gebruikt, dan trek je juist meer vliegen aan. Ook bloemige geuren. Maar um, kokosolie of kokos shampoo, uh, dat blijkt een beetje. Um, uh, ja, toch mugafstotend te, uh, te zijn. Ik, ik vond het wel een eye-opener. Ja. Dus misschien. Um, ik, ja, vind, dit is, uh, ik vind het een uitstekende tip. Je kunt het ook een het keer proberen. Maar zou het, een... zou het dan ook ik in ben... theorie als je bijvoorbeeld zo'n een, 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 een kokoskaarsje op je slaapkamer zet, zou dat helpen? Ik, ik ben zou daar niet in willen slapen. Ik vind nee, die citronella-dingen nee, vind... nog behapbaar. Ja. Maar in een kokoskaars. <laughs> ik ben benieuwd, ik weet niet hoe uh, muggen ruiken. Hoe, hoe, dat, hoe dat. Of werk ik eerlijk gezegd. Pas als ze op de huid zitten. Ja, nee, dat, dat weet ik niet. Maar um, mm. in dat onderzoek stond uh, kokosolie of kokos shampoo. En. Um, ja, je kunt ook een. Ja, of wat dan ook. Misschien weer ze dan uit de hele kamer. Ik ja. zeg maar het ja. is wel leuk als jij wel geprikt wordt en je vriendin niet. En dan niet zeggen we andersom. Uh, ja. 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 Nee, ik, ik heb word bij, bijna nooit geprikt. Ik ben een vriendin. Altijd, is altijd de, de Sjaak. Ja, ik niet. Altijd de Sjaak. Mijn record is 34 muggenbulten in één nacht. Oh, jeez. <laughs> oh, ik zou helemaal gek. En ik man. weet niet of dat waar is, maar dat is wat mijn oma zei. Toen bleef ik een keertje op de tuin slapen. Dat had zo'n zo zo volkstuin. Ja. Yeah. En met raampje open, want het was warm. De volgende nog: 34 muggenbulten op. Wauw. Ik woon aan het, aan het Einselmeer, Nou ja, Markenmeer. En dan wemelt het van de muggen. En ik word bijna nooit gestoken. Maar ja, maar, wat voor shampoo heb jij? hè? Kokos? Weet ik veel. Geen kokos. Gewoon André Lon. Uh, ja, André Lon: Kokos. André Lon, ja, misschien wel. Ik weet het niet. Nou, nee, zoek precies. dat even uit. Ga ik doen. Oké, okay, dankjewel, Albert. Ja, ik... Goede tip. Ah, dankjewel. Awesome. Asje. Dennis, ja. ja, nou moet je met iets komen, want nou, dit, is, dit is wel zo erg uit out of the box. De volgende keer moet ik ook gewoon zoiets gaan verzinnen. Ja, nou, maar je, je, ja, het is wetenschap, je, toch? Of, is wetenschap? Ja, is, absoluut. Ja. ja, nee, ik uh, ga weer lekker onorigineel een uh, serie aanraden. Ik word zo moe van jou. En, uh, maar ik zorg er gewoon voor dat mensen, are you not entertained? Oké, okay. oké, okay. oké. Okay. Ja. Yeah. Nou, you go ahead, girl. Uh, het is een serie op Apple TV plus en het heet Silo. En het is een sci-fi-serie over een, uh, een enorme silo, hè, zoals je zou kunnen denken. Ah, cij, ah ja. honderden verdiepingen hoog, waar 10.000 mensen in wonen. Ze hebben geen idee wie ooit de silo heeft gebouwd. Ze hebben geen idee hoe de buitenwereld eruit ziet. Ze, hebben, ze kunnen dat wel zien via een raam, maar dat wordt dan weer in twijfel gesteld. Zo van, ja. En ze weten ook niet wie de drijvende krachten uh, achter zeg maar, de, 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 de innerlijke uh, regering zijn. Oké. Okay. En het is een rete goede goeie serie. Maar dat is, staat Apple TV Plus natuurlijk wel een beetje bekend. Ja, in. nou, maar ik heb, kijk, oké okay, mensen, sorry, ik ga even opschrijven. Uh, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik gewoon in één keer kan bingen. Terwijl andere mensen moeten wachten. En kan je mensen ook uitleggen waarom dat zo is? Want dat weten de mensjes niet. Oké, okay, we maken vaak dus recensies of dit soort uh, dingetjes. Uh, over nieuwe televisieseries op streamingdiensten, waaronder die van Apple. En Apple, die uh, in bijna alle gevallen. Uh, geeft ze meteen alle episodes. Oh, zelfs als ze niet af zijn. En dit dat is, is leuk. Dit is echt heel tof. En uh, dus ik heb deze echt, ge, echt ge, ge, gebinged als een malle. Nou. Het is echt zo sterk. Het ziet er ik. prachtig uit. Heb je daar ook een review over geschreven? Nee. Grappig. Ja, dat kan, dat kan ik wel doen, maar ik mag per aflevering. Ik kan hem, mag hem niet reviewen helemaal. Maar dan heb dus je eigenlijk dit... heb ik nu al te veel gezegd. Maar als ja. je. Als jij toch, wat, wat voor verzin heeft het dan om een, iemand een, alle afleveringen gelijk te geven als ze er niks over mogen schrijven? Ja, je krijgt gewoon per aflevering krijg je een, een nieuw embargo. Ik vind dat een bijzondere maar, constructie. Maar nog één keer, ja, je hoeft niet helemaal. Nog één keer dat is niet de bedoeling van een podcast natuurlijk. Maar mensen zitten. Nou, in, mijn mensen, tip voor <laughs> deze week is. Ja, <laughs> mensen zitten in een silo en die weten niet eigenlijk wat de mensheid is. Zij zijn daarin opgegroeid. Ja, en, ah, ja okay. die, die oh. weten niet beter. En, en hoezo, een silo, uh, daar zijn ze ingestopt als een soort wetenschappelijk project. Of, uh, Wie weet. Oh, je mag niet te veel sporen. Ja, Is het al te dat vroeg om het een te beetje te vergelijken uit. met uh, Ruine Of... Dat idee krijg ik daar namelijk wel een hmm. beetje van. Massa, uh, ja, massa familie ja geinige link. Ik heb hier trouwens <laughs> ja. wel een artikel over geschreven dat, die, dat het een nieuwe Ted Lasso-opvolger is qua succes. Want iedereen is er lovend uh, enthousiast over. Ja, dat weet ik en daarom wilde ik dus graag met jou oh. een tweetje doen en dan kan ik zeggen, nou, ja. leuk dat je dit zegt. Ja, nee, nee, staat maar ik staat in dacht, de beschrijving ik dacht, van deze podcast ik dacht dat je echt een review review bedoelde. Nee, maar dit is maar ja. jammer. Nee. Maar nou zet ik ja, het nee, ik, ik plug het alsnog. Ja, maar ik zet hem er niet in. Nou wel. Maar dan doe ik het. Tuurlijk al. Hoe zijn zij opgevoed in die uh, silo? Hebben ook ze... dat weten we niet. Ah, okay. En dat weten ze zelf ook niet. En ze hebben, de, de kinderen. Je krijgt als, als je kinderen wil. Je moet sowieso eerst toestemming vragen om een relatie aan te mogen gaan. Nou, vind ik een hele goede zaak. Dat zou ik in de echte wereld ook wel. Uh... Ja. 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 Uh, en uh, als je kinderen wil, moet je een, 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 een aanvraag indienen. Wat logisch is. Oh, want een er, hele passen, goede zaak eigenlijk. Er, er passen niet meer dan 10.000 man in, dat, uh, in die koker. Heftig man. Ja. Ik vind het heel vet. Ik ben dus, heel benieuwd. Ik ja, ga kijken. Ook. Dankjewel. Over kijken gesproken. We hadden een lunch vandaag. Waarop een van onze lieve collega's. Ik zal de naam Emma Jansen heet. Ja, ze, met een is, S, met één S. Eén S. Dat, dat, dat even goed zeggen. Ja, die is Star Wars voor het eerst aan het kijken. En zij is de stagiair van Metro News. Mm -hmm. En um, zij heeft een interessante tactiek. Want zij is gewoon begonnen bij Episode 1. En dan denk je, ja, klinkt logisch, maar e is niet echt logisch. Want normaal gesproken begin je bij episode 4. Ja, daar yeah. ben ik het dus alweer niet mee eens. Nee, maar dat is, ja, ik, dat is ook niet. Makkelijk. Oh nee, dat is ja. geen stelling. Nee, dat is geen stelling. Dat is hoe zij het deed. Nou, uh, hartstikke leuk. En um, zij komt dus op een gegeven moment op een punt dat zij zegt: Dart Vader, <laughs> die was toch vroeger goed? Toen zeiden wij ja. Ja, maar ik ben zo benieuwd wie dat dan is. Zij weet niet. Die, wie, wie, als wie, ze dit terug hoort. Nee, we gaan het niet nee, zeggen. Nee, 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 nee. Maar zij weet dus niet wie Darth Vader is. Ze oh. heeft geen idee. Wat, bij welke film is ze? Drie. drie. Ze begint nu aan drie. Ah. Hij, hij heeft gedropt. Van, uh, ja, en, en dan krijgt ze de, de, met die twee kinderen. En zij zo: Hè? Krijgt ze kinderen? Oh, zij, zij kent die hele. Ja, helemaal niks. Een helemaal, een, helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal oh, ik, helemaal helemaal, helemaal, uh, blanco. Dus toen hadden Dennis en ik het erover. Dat is een interessante manier ja. voor nieuwe mensen. Om eigenlijk te zeggen, ga hem zo kijken. Ja. Van 1 tot en met uh, uh, stop bij 6. Ja, sure. <laughs> um, want dan heb je echt geen idee. Dat is fantastisch. Alleen, toen kwam Dennis met in The Empire Strikes Back heb je dan een probleem. Hoezo? Emma, even wegluisteren. Spoiler alert voor films bla, 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 die inmiddels bla, 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 70 bla, 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 jaar oud zijn. Ja. Omdat. Aan het einde van deel 5 zegt hij: I am your father. En dat is best wel een pittig goed moment. Ja, dat is alleen geen, het The keypo de, de keypoint mm, in de Star Wars. Alleen dan weet je dat al. Dat, dat weet veel je al. zes, toch? Of uh... vijf. Ah, ja. Aan het einde van deel 5. Ja. Oh, ja, ja, ja. Maar dan weet je dat al. Dus dat wordt me moment wordt je ontnomen. Dus ik weet dat er een, een manier is om deze films te kijken, genaamd de Machete Order. Ja. En die wil ik graag als tip geven deze week. De Machete Order is namelijk. Um, een perfecte combinatie van de originele trilogie en de prequels. Waardoor je en een beetje nog de verrassende elementen van de prequels krijgt. Maar dat moment van I am your father behouden blijft. En dan begin je met deel 4, Een Nieuwe Hoop. Dan The Empire Strikes Back, deel 5. Dan ga je gelijk naar Attack of the Clones. Ja. Dus uh, de Phantom Menace. Phantom li like dan ga je naar Revenge of the Sith. Dus wat je dan krijgt, is dat je na deel 5 krijgt een soort van throwback van hoe was het vroeger? En dan ga je naar Return of the Jedi. Ja, ah, Interessant. Een zeer interessante manier. En ik heb dat een keer geprobeerd. En ik moet zeggen: het is een bijzonder interessante manier om deze franchise te bekijken. Het is echt deel, deel 2 en deel 3 is echt gewoon een. Uh, ja, en het, het, het lijkt wel alsof iemand dan. Weet je wel dat dromerige, dan gaat het beeld zo. En dan krijg je een herinnering te zien, dat zijn dan film 2 en 3. En dan daarna komt de, 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 de climax van de oorlog. Ja, je hebt pure flashbacks en pure. Ja. Weet je wat de officiële, of de aangeraden kijkvolgorde van George Lucas is? Ja, gewoon bij één beginnen, toch? Ja, klopt. Ja, als Emma. Ja, ja. Nee, ze doet het hartstikke goed. Maar dat is dus wel stom dat hij echt wel dat, dat iconische moment dan wegneemt. Ja. Eens. Want dat weet je dan al. Eens. Alleen maar. Ik vind zij, het... heeft, zij heeft haar eigen oh, iconische moment natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. En ze weet gewoon niet wie Darth Vader is. Ja. Ik vind dat magistraal. Ja. Krankzinnig. Ik... Ook, ook dat je dat niet al door Sinterklaas-gidsen. Ja, maar dat dus is gemimd uh, op zijn persoon. Staat Staat nee, maar ja, ze, ja, ze, volgens ja. mij kent ze het personage Darth Vader wel, maar ze weet niet wie hij is. Ja. ja magistraal. Ja, eens. Fantastisch. Ah, Oké, okay. ja, precies. Ja, ja. Wat ook magistraal is. Dus dat we het weer voor elkaar hebben gebokst. Ja. Om een aflevering Freaking Nerds te maken. Ja. Ik vond het weer hartstikke leuk. Dennis, mag ik jou hartelijk bedanken voor je participatie? En jij hartelijk bedankt voor je uitstekende leiding. Uh, mijn dank ja. is groter dan mijn ego. Dus dat zegt wat. Uh, Alrik, jij ook ontzettend bedankt dat je er was. Ja. Uh, we zullen in de release notes even Alrik zijn werk neerzetten. Net als vorige week bij Koen. Dus uh, we. Uh, Klik even op zijn naam en dan kom je bij zijn mooie artikel op manners.nl terecht. Volg die website ook even, ook op TikTok, MannersNL en Instagram, MannersNL. Ja. Iets in die trant. Iets in die trant. En uh, wij zijn ook uh, te volgen via Want.nl en One More Thing.nl. Geef naar onze website om dagelijks op de hoogte te blijven. Abonneer op de podcast met een klein reviewtje, zodat je iedere week een nieuwe aflevering krijgt. Volgende week zijn we weer terug met ons Jeroeneke. Ja, toch? Na drie die weken. Zal een bak vol verhalen, hebben denk ik. Nou, ik denk dat het een solo podcast wordt. Ja. We willen alles weten. Ja. Hey, jongens, bedankt. Groetjes. Doed ons.